daar moet er gewoon gevoetbald worden. Maar daar ben ik niet met je eens, Hans. Want je moet natuurlijk ook nog wat mensen overhouden voor de rennende rukker. Ja, die rennende rukker, ja. Heb jij je wel zoveel dat je al rennend rukt? Ja. Maar die is... Dan moet je dan zweet voor je voorhoofd mee. Dat gaat niet. Linkerhand. Dan moet je hem loshouden. Ja, tuurlijk. Ja, ja, doe je dat nooit dan? Rennen drukken. Niet wel zwemmend. Maar leuk dat meisje in Muiden een klap op zijn bek gaf. Ja, dan kom je de eerste half uur niet klaar. Hij kan niet terugslaan. Ik ken hem helemaal niet, de rennende rukker. Ik ken het verhaal niet van de rennende rukker. Nee, je moet wel een beetje de goede kranten lezen. Ja. Rennende rukker, wat vertel jij even? Nee, joh, dat gaan we niet uitleggen. Die man die rent achter meisjes aan, masturberend. Ja. Oké. En het was een man van omstreeks de 85, 55 met een koepselij. Ja, ik bedoel, ik ben 55, ik heb mijn eigen kleur, dus ik zal niet geweest zijn, joh. Ja, en dat meisje zei een heel klein piepie, dus ze zou jou wel geweest kunnen zijn. Ja, het is onmogelijk, het is onmogelijk. Trouwens, Hans, dan is het rennende rukkertje. Het rennende rukkertje. Maar, Hans, jammer dat we dit soort onderwerpen nooit in dat programma Voetbal in de Mes hebben gedaan. Nee, maar dan zou dat Bad gaan, toch? Dan was dat Bad gebleven. Nee, zeker. Maar dat kan niet geweest zijn. Sofie zegt, bij jou kunnen de twee duiven op en dan mogen ze nog fladderen ook. Dus dat kan ik niet geweest zijn. Je moest het toch even rechtzetten, Hans. Hè? Nee.